Om zo exact mogelijk te wegen, vraag je aan de ouder om het kind te verversen voor het gewogen wordt. Vraag meteen ook een luier en een propere handdoek die je zal gebruiken bij de voorbereiding van de weging. Om de baby zo correct mogelijk te wegen, bepaal je eerst het gewicht van de weegdoek, de nieuwe luier en van de handdoek. Druk dan op de on-off-toets om het toestel aan te zetten. Als op het scherm de waarde 0 verschijnt, is het toestel klaar voor de weging van de baby, waarbij het gewicht van de luier, de handdoek en de weegdoek niet meegewogen wordt. Leg de unster neer, verwijder de luier uit de weegdoek, schakel de weegschaal niet uit. Leg de weegdoek klaar om de baby in te leggen. Wegen gebeurt altijd boven een zachte ondergrond, zoals een verzorgingskussen, een matras, een zetel. De unsterweegschaal duidt een negatieve waarde aan die gelijk is aan het gewicht van de luier, de handdoek en de weegdoek. De ouder heeft ondertussen tijd gehad om de baby te verversen. Leg de baby in de juiste richting op de weegdoek. Neem de draaglussen samen met één hand. Neem de weegschaal en hang de draaglussen aan het haakje. Til nu met beide handen de weegschaal omhoog tot op een hoogte waarbij de weegdoek de zachte ondergrond net niet meer raakt. De unster geeft een piepsignaal wanneer het gewicht stabiel is. Je kan ook op de holdknop drukken. Dan wordt het gewicht op het scherm vastgezet en kan je het na het neerleggen van de unster nog aflezen. Hou na het indrukken van de holdknop de unster nog heel even omhoog totdat je ziet dat het gewicht op het scherm vaststaat.